Dames en heren, goedenavond. Welkom bij To The Point. Ontwikkelingen in de duurzame landbouw is ons thema voor vanavond. Wanneer spreekt men van duurzame landbouw? Is er vraag naar duurzame landbouwproducten in Suriname? Volgens landbouwdeskundigen heeft Suriname een grote potentie voor de ontwikkeling van duurzame landbouw. De grond is vruchtbaar, er is voldoende water en het klimaat is bijzonder groeizaam, zeggen landbouwdeskundigen. Er is een goede binnenlandse afzetmarkt. De ontwikkeling van de duurzame landbouw in nauwere samenwerking met sociale instellingen en het onderwijs kan volgens deskundigen veel betekenen voor onze samenleving. Door de geografische ligging van ons land is ook de export kansrijk. Zowel de Caribische markt als die in Europa en de Verenigde Staten van Amerika kunnen goed voorzien worden via de bestaande scheepvaartverbindingen. De landbouw dient een breder doel dan alleen voedselproductie. Zij biedt ook een kansrijke werkomgeving voor kansarme mensen. De landbouw biedt mensen de kans om zelf een kleine onderneming te starten met een minimaal kapitaal. Wat is de positie van de groep geestelijk beperkten in onze samenleving? Onderzoek heeft aangetoond dat voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek werken in de landbouw een veelheid aan positieve effecten biedt op het gebied van gezondheid en welzijn. Het eigen maken van een landbouwvisie is het streven van onze deskundigen. Wat zijn de randvoorwaarden om duurzame landbouw vlucht te geven in Suriname, zodat het groter en breder wordt? Hoe kunnen we duurzaam produceren? Waar willen we als land naartoe eigenlijk? Deze en andere aandachtspunten willen wij vanavond bespreken met drie deskundigen op het gebied van duurzame landbouw. Wij hebben te gast Dr. Anders Hendrik Comphalius. De heer Comphalius is directeur van Stichting DOMS. Onze tweede gast is de heer Wouter Joop. Heer Wouter Joop is projectleider en verbonden aan de Wageningen University and Research. Onze derde gast is mevrouw Loes Trusvoer. Mevrouw Loes Trusvoer is directeur van Trusty Greens NV. Zij is van huis uit pedagoog. Wij willen hartelijk welkom heten, u alle drie. En danken u voor uw medewerking aan dit vraaggesprek. Het is vooral meneer Comphalius, u bent er weer. Ja. Ja. En u ervaart u het weer in Suriname? Heerlijk, ja? Heerlijk. Ja, ja. Ja. Geachte kijkers, ja. De heer Comphalius, geen onbekende in onze samenleving. Hij is van huis uit socioloog en zoals eerder gesteld directeur van Stichting DOMS. Op heer Comphalius op 4 en 5 juli aanstaande wordt een congres gehouden in Turarica, ja, over duurzame landbouw. Wat is het doel van dit congres? Het doel van dit congres is eigenlijk tweeledig. We willen de ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname in kaart brengen. Ja. En dat willen we doen door de awardwinnaars van 2012 en 2013 als boegbeeld naar voren te brengen als succesvolle duurzame landbouwers die hun verhaal vertellen over hun successen, maar ook over hun knelpunt in het hele proces. En daarnaast willen we ook aangeven dat er exportmogelijkheden zijn voor de duurzame landbouw. En een aantal deskundigen zullen daar ook over vertellen. Dat is het eerste deel. Maar het tweede deel is namelijk de zadenvoorziening van Suriname. Dat willen we graag met onze deskundigen, zowel uit Suriname als uit Nederland, ook in kaart brengen. Mevrouw Patricia Milton, die is de zaadtechnologist van het ministerie van LVV. In een speech en in een tweetal workshops aandacht voor vragen. En we hebben een deskundige uit Nederland, dat is meneer Jan-Willem Breukink. Ja.
Die is van het zaadbedrijf Incotec. En die zal vanuit de ervaringen die dat bedrijf heeft in ontwikkelingslanden met eenzelfde type infrastructuur als Suriname, die ervaringen ook delen met Suriname. En dan gaan we aan de hand van de uitkomsten van het congres, willen we als resultaat naar voren hebben dat er een soort kennis- of netwerkplatform ontstaan voor bedrijven, instellingen en mogelijk de overheid om kennis en ervaring uit te wisselen, internationaal en nationaal. En hoe ervaart u de ontwikkeling op landbouwgebied in ons land? U bent er al een aantal jaren bezig hier. Ja. Nou, het proces van de duurzame landbouw gaat goed. We zien dat we zijn in 2012 gestart met de award voor. Toen waren er ongeveer 60 min of meer duurzaam telende landbouwers. En anno 2014, eind van 2014, waren er 146 volgens onze data. Dus je ziet dat het proces ook doorgaat, maar het grote publiek vraagt ook om duurzame producten. Gezonde producten, voedselzekerheid en voedselveiligheid vinden mensen toch belangrijk. En dat willen we graag ook promoten. Okay, daar gaan we straks verder op ingaan. Dank u wel, heer Confalius. Geachte kijkers, onze tweede gast is mevrouw Loes Trusvoel. Zij is van huis uit, zoals eerder gesteld, pedagoog. En zij is thans milieuactiviste. En huidige activiteit met betrekking tot milieu awareness. Ja, wat betekent dit congres voor Suriname? En waarom neemt u deel aan dit congres? Nou, ik denk dat een dergelijk congres heel erg belangrijk is. Ja. Het is ook heel erg toegankelijk. Wij als Suriname hebben ontzettend veel potentie, Suriname als land. Ja. En stichtingen of organisaties zoals DONS, denk ik, stimuleren en maken mensen weer dat er mogelijkheden zijn. En het gaat om het netwerken en het verbinden met elkaar. En ik denk dat het heel belangrijk is op dit moment. En ik vind het een grote eer dat ze mij ook gevraagd hebben om, laat maar zeggen, een inleiding te verzorgen. Ja. We hebben in de documentatie gelezen dat naar u toe, onder uw noemer, de drie begrippen zijn vermeld: duurzaam, landbouw en infrastructuur. Wat houden deze drie begrippen precies in? Nou, we kunnen er later op ingaan, maar deze drie begrippen hebben alles met elkaar te maken. Ja. Want zonder die verbinding van deze begrippen zal elke ondernemer mislukken. We moeten gaan als Suriname naar duurzame landbouw en we moeten ook denken aan zaken als groene energie. Ik denk dat duurzame landbouw voor vele mensen een moeilijk begrip lijkt en een ver van mijn bedshow, maar zoals meneer Confalius al verteld heeft, er komt steeds meer een gevoel bij de landbouwers. We moeten anders gaan produceren. En de landbouwers moeten ook een stukje verantwoordelijkheid op zich nemen om te weten van we kunnen niet à la dol dingen doen zonder dat we weten wat de gevolgen zijn voor het milieu, voor onszelf. En door een duurzame landbouw te doen, vergroot je ook je mogelijkheden, je groeimogelijkheden, je exportmogelijkheden. En infrastructuur is de ruggengraat van onze economie. Ik bedoel, behalve vlot van A naar B gaan, moet je dus ook weten hoe je je producten aan de man brengt of wegkrijgt. Dus duurzame landbouw, landbouw op zich en infrastructuur, dat heeft gewoon alles met elkaar te maken. Wil je succesvol zijn? Ja, mag ik daar nog even een toevoeging aan geven? Ik krijg de gelegenheid daartoe. Volledig eens wat Loes Trusvoel zegt. Mensen zien duurzame landbouw als een heel andere manier van landbouwbedrijven. Terwijl het, een andere manier van telen is eigenlijk. En daar worden zaken ook als milieutechnische zaken ook naar voren gebracht. Maar ook, hoe run je je bedrijf? Is het transparant? Kun je een winstmarge in je bedrijf ook zien? Dat is duurzame landbouw. Dan kunnen bedrijven ook daardoor ook verder doorgaan. Ja, ontwikkelen natuurlijk. Investeren in het bedrijf. En dat is eigenlijk duurzame landbouw. Prachtig. Dank u wel, mevrouw Confalius en mevrouw Trusvoel. Onze derde gast, geachte kijkers. Het is de eerste keer dat we het genoegen hebben de heer Wouter Joop in ons programma te introduceren. Ja, het is de heer Wouter Joop. Het is niet de eerste keer dat hij Suriname bezoekt. Maar we zouden graag meer willen weten. Ja. Hij is projectleider en verbonden aan Wageningen University en Research. Dat is alles wat we van u weten. Wie is Wouter Joop? Kort.
Dank u wel. Het genoegen is wel geheel wederzijds om hier bij u aan te schuilen. Ja. En in dit prachtige land. Ik ben sinds eigenlijk mijn hele loopbaan betrokken in het veld wat we in Nederland landbouw en zorg noemen. Mm. Ook wel verbrede landbouw. En dat wil zeggen landbouw waarin niet alleen primair voedselproductie plaatsvindt, maar waar ook een aantal maatschappelijke activiteiten hun plek vinden. En dat doe ik in Nederland zowel als ondernemer als docent in het middelbaar beroepsonderwijs als adviseur. Mijn rol is daarin verschillend. Mm. Ik kwam in 2008 op uitnodiging van Stichting Matuku op Lelydorp voor het eerst in Suriname. Mm. En ja, sindsdien heeft het land toch wel mijn hart gestolen. En de mogelijkheden zijn niet groot. Ik wil u vragen hoe in Suriname te zijn. Ja, ik vind het altijd weer moeilijk om terug te gaan. Toch wel. Maar ik heb in Nederland ook een hoop. Dus het is, een punt. Suriname, meneer Joop, heeft een grote potentie voor ontwikkeling van duurzame landbouw. Ja. Dat hebben we ook in ons voorwoord ook te kennen gegeven. Kunt u een korte toelichting geven omtrent de mogelijkheden voor duurzame landbouw in Suriname? Ja, nou, wat de echte kansen zijn, ja, in de specifieke zin, dat laat ik graag aan de Surinaamse deskundigen. Ik kom natuurlijk af en toe hier op bezoek. Ik kan mogelijkheden zien. Waar ik vooral enthousiast van word, is de kansen die er liggen in de Surinaamse samenleving om een verbinding te maken tussen het duurzaam maken van de landbouw. Dat gaat over milieu, dat gaat over economie. Uiteindelijk dienen al deze factoren de mensen. En dat zijn de ondernemers, dat zijn de mensen in het binnenland, dat zijn de producenten, maar dat zijn eigenlijk ook de consumenten. En mensen die misschien, die we nu toch als minderwaardig beschouwen, of die geen deel kunnen nemen aan een arbeidsproces, om wat voor reden dan ook. En ik heb in Europa ervaringen met hoe binnen de duurzame landbouw deze mensen toch een maatschappelijk betere plek kunnen krijgen. En daar, toen ik hoorde van het congres van Stichting Dons, dacht ik, goh, wij zijn dan in Suriname. Ik zou graag daar eens over van gedachten wisselen. Dank u wel. Komen we straks op terug. Meneer Confalius, ik kijk in de richting van u. Wat zijn de randvoorwaarden om duurzame landbouw een vlucht of een kans te geven in Suriname? Allereerst voorlichting. Ja. Ik denk dat je goede voorlichting moet organiseren. En dat de voorlichters goed opgeleid moeten worden om de criteria van duurzame landbouw in hun genen te krijgen en ook te kunnen overdragen. Het is niet alleen voldoende om alleen maar te vertellen wat duurzame landbouw is. Je moet het ook demonstreren. En je moet het ook aan de mensen ook laten zien dat het ook voordelen ook oplevert. Zowel qua gezondheid als financieel. Maar dus de overdracht, kennisoverdracht is belangrijk. En daarnaast moet je ook bereid zijn op een andere manier te telen of andere manier met je areaal om te gaan. Mm. Het lucraak bijvoorbeeld spuiten van het gewassen, dat kan dus niet meer. Daar moet je gewoon in de gaten houden. Mm. En zoals een goed afwateringssysteem op je areaal, dus dat zijn wel kleine investeringen die je moet doen. Maar dat is de vorm waarin duurzame landbouw het beste tot haar recht komt. Als je aan die criteria kan voldoen, dan kan Suriname een vlucht nemen. Kan duurzame landbouw een vlucht nemen in Suriname. Maar dat moet ook consequent ook worden doorgevoerd. Mm. Dat betekent dat ook voorlichters, maar ook Stichting Dons met up-to-date kennis en ervaring moet komen bij nieuwe teeltechnieken en nieuwe inzichten op dat gebied. En dat moet blijven doorgaan en de overheid moet dat volledig ook ondersteunen. Maar uiteindelijk gaat het om de shift of mind, of mindshift van de kleine ondernemer vanuit haar hart of zijn hart om een duurzame landbouwer te zijn. Oké, een duurzame landbouwer zijn is niet in ieder gegeven, maar iedereen, zoals de heer Confalius het uitgelegd heeft, kan meewerken aan duurzame landbouw. Wanneer is er sprake van duurzame landbouw? Nou, er zijn een heleboel criteria voor duurzame landbouw, maar een van de belangrijkste is milieusparende wezen gebruiken, technieken gebruiken. Maar ik wil teruggaan naar wat meneer Confaya zei over mindshift. Ja. Een paar jaar terug zijn we begonnen met mensen te trainen in organische landbouw. En dat was echt een echte mindshift. Mensen wisten niet precies wat dat inhield. Toch? Dus je moet stap voor stap die kennis bijbrengen. En later raakten mensen enthousiasmeerd, want ze dachten van hé, wat levert het me op? Want uiteindelijk willen mensen er het voordeel van inzien.
Dus voorlichting, mindshift zijn belangrijke dingen. Maar belangrijk is ook, laat me zeggen, de economische kant van de zaak, toch? Als je aan duurzame landbouw doet, moet je in ieder geval continu voedsel produceren op een hoogwaardige manier. Klopt. We moeten zover gaan dat we kunnen verwerken ook zo'n beetje. Modernisering is een van de zaken. We zijn verplicht, er zijn nieuwe technieken. Je hebt agrarische technologie, waar mensen veel te weinig van weten. Er is veel kennis over landbouw in Suriname, maar mij valt op dat die kennis vaak blijft hangen bij een bepaalde groep en niet doorsijpelt naar de gewone kleding.